als je daar zelf 6,5 jaar gespeeld hebt, toch een paar keer kampioen gespeeld heeft, is het altijd wel speciaal om terug te keren naar Anderlecht. We weten ook dat ze juist de finale gehaald hebben van de Beker van België. Derde match van de week voor hen. Misschien zal dat wel een klein beetje wegen. Daar moeten we zeker en vast op rekenen dat ze misschien wat minder fris zullen zijn. Maar natuurlijk, ja, ze zijn heel goed in het balbezit spelen, in het combinatievoetbal. En daar gaan we moeten op voorbereid zijn. We hebben al redelijk doelgericht getraind ook deze week. En ja, ik vraag me gewoon af of we nu na 2 keer de nul te houden, dit een derde maal kunnen doen. Natuurlijk, of verplaatsing op handen legt, zal dat wel niet gemakkelijk zijn. Maar toch zal dat nodig zijn om eventueel aanstalten te maken op een goed resultaat. Ik denk dat we sowieso uit elke wedstrijd wel hier en daar een aantal zaken kunnen leren. Maar toch hebben we niks gezien dat we nog niet gezien hebben. Buiten dat Anderlecht misschien 2 keer scoorde op corner. En dat ze dus inderdaad wel kerels hebben die het duel kunnen aangaan en het duel winnen in de 16. Wel, Robbie Daze komt er dan volledig terug bij. Kyle Duncan zal waarschijnlijk nog wel afwezig zijn door zijn mediale bandletsel. En ja, voor de rest was iedereen present op training. Dus dat ziet er goed uit. En nu gaan we ons vooral focussen om een goed blok te vormen. Proberen toch ook het duel aan te gaan. Want de bal gaat heel snel als we elke keer gaan te laat zijn. Het zal vooral veel te maken hebben met de juiste timing om ze vast te kunnen zetten.